De tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen, nu niet in Heerenveen, maar in Berlijn. Met andere toegangsprijzen, andere hal uiteraard en weer de Koreaanse dames. Maar wie is wie? En posters voor de toeschouwers. Möchtest du ook een hebben? Warte, die mache ich so schnell fertig. Warte. Bitteschön, viel Spaß. Een sponsor die niet alleen het schaatsen sponsort, maar ook allerlei andere takken van sport. En dan de ijsbaan op. Met de eerste belangrijke medaille voor Margot Boer. Ze rijdt tegen Jenny Wolf en eist uiteindelijk het brons op. Wolf wint de 500 meter. Eigenlijk zoals vanouds. Een feest voor de Duitsers, maar toch brons voor Margot Boer. Dat is ook mooi. Ja, dat heb je goed gezien. Nee, het was geen goede race voor mij. Dus, nou ja, dan ben ik blij dat ik nog derde eindig voor de punten. Maar, net voor Laurine, maar nee, dit was geen goede race. Het was gewoon een beetje sowieso, een beetje rustig. Ik ben er ook helemaal niet zo heel erg moe van eigenlijk. Goed hersteld eigenlijk. Mijn benen zijn beter dan na de 500 meter. Dus, je moet gewoon harder rijden. Ja, ik moet zeker harder rijden. Dus dan gaan we volgende week in Hamer doen. Maar morgen en overmorgen nog even goed sprinten en dan even kop erbij en dan goede dingen doen. Dan bij de mannen wint Jōji Katō, net als vorige week, de tweede 500 meter in Heerenveen, nu in Berlijn. En Jan Smeekens doet het ook goed. Uiteindelijk komt hij 100ste tekort op de finish op Katō om de wereldbeker te winnen. Vorig jaar 4 wereldbekerzegers, nu een goede opening, 9,69 en een goede eindtijd, 35,04 uiteindelijk. 100ste achter Jōji Katō. Jan, wat een goede 500 meter hier in Berlijn. Ja, dankjewel. Dus, was wel genieten zo. Mooie kruising, lekker de bocht aangesneden en dan kom je een 100ste tekort. Dus dat is even niet de kers helemaal op de taart, maar het is wel gewoon een mooie race en een goede tweede plek. Wat een felle en wat een goede en wat een mooie laatste binnenbocht. Ja, daarom ja. Het is gewoon een macht 3 er doorheen en dan alles wat je hebt en dan ja, zorgen dat je die Koreaan helemaal aan gort rijdt en dat ging goed. En dan de verrassing van dit voorseizoen bij de sprinters. Hein Otterspeer, weer een persoonlijk record. Ja, dankjewel. De rondje was heel goed. De opening kon iets beter. Ik was eigenlijk net even vroeg weg en met de gedachte dat ik vals had. Maar ja, ik had ik dus niet. Dus de tweede stap was iets een aarzeling. Dus ja, verder ging het wel oké. 11e 500 meter A-groep, man. Je telt echt mee. Ja. Eigenlijk net 10e, maar ja, dan moet hij de rust net het voordeel krijgen van die 1000ste. Dus morgen top 10 hopelijk. We gaan ervoor.